1 voor 12 heeft op eerste kerstdag kerstbrood, compleet met kaas, warme maaltijden en drank uitgedeeld aan minst bedeelde mensen met een zwerversbestaan. Aan de waterkant zijn de maaltijden verstrekt, maar ook op locatie van het bureau Thuis en Daklozen aan de Wiggerstraat. We maken hiervan een verslag voor u. Eerste kerstdag, Stichter 1 voor 12 heeft ook gedacht aan de dak- en thuislozen. Stichter 1 voor 12 heeft maaltijden met natuurlijk kerstbrood, met een stukje kaas en een drankje vandaag uitgedeeld. 75 gelukkige dak- en thuislozen hebben hier gebruik van kunnen maken. Meneer Vismalen, vandaag is kerst en u hebt gedacht aan de dak- en thuislozen. Het is helemaal zo. U weet, we hebben vanaf voor kerst hebben we een kinderactiviteit georganiseerd. En dat is heel goed verlopen. Daarnaast heb ik besloten om vanuit mijn kleine maandelijkse vergoeding iets terug te doen voor de gemeenschap. En ik heb besloten om 75 maaltijden klaar te maken met een kerstbrood. Met een drankje en dat hebben we een deel aan de waterkant verdeeld. En we zijn hier, nu hier bij dak- en thuislozen om de rest aan ze te overhandigen. En het doet me goed als de mens gelukkig is en blij is dat wij als 1 voor 12 een steentje kunnen bijdragen om de mensen in nood te helpen. Dat is 1 voor 12 missie. Mensen zullen zich afvragen bij Monique Motte, maar wij bedelen om onze mensen te helpen. En het mag gezegd worden dat we veel mensen de laatste tijden hebben geholpen en we blijven de mensen helpen. Vandaag waren er natuurlijk weer zoveel blije gezichten, want we hadden bami en rijstkip met groenten en de mensen waren er heel blij mee. Ja, we hadden 3 maaltijden, bami, rijsttijerblad kip en rijstdoppertjes kip en een kerstbrood gevuld met kaas. Gelooft u me, vanaf voor kerst heb ik totaal 250 kerstbroden gekocht. En u weet wat een kerstbrood kocht. Natuurlijk hebben we het in reepjes gesneden. Dat we elk mens een beetje kunnen helpen. En u heeft ook gezien, op ons kerstdiner hebben wij pakketten, zoveel dingen gegeven aan de mensen. En dat is allemaal deel van de dingen die wij hebben gegeven aan de mensen die daar waren. Zijn gemeenschapsgelden van mensen die in Suriname en ook mensen die in Nederland op ons ING-rekening doneren, hebben wij terug naar de gemeenschap laten gaan. Ik zou zeggen, misschien tot over een week, dat u nog misschien wat doet in verband met oudejaar. En zo niet, wensen wij ook Stichting 1 voor 12 een gezegend uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Ik wil zeggen bij deze prettige kerstdagen en een gezegende 2018 dat ons te wachten staat. Koninklagen, koteka lobby, koteka blessie, ko forma kofu, fumik senang, gomore heilig pe ade. Lobby, blessie, milomu alamala.